Zeg, Sinterklaas, ik weet dat u niet alle gedichtjes zelf schrijft. U heeft heel veel hulp, Pieter, hulp Sinterklaas en gewoon ook mensen in het land die u helpen met de gedichtjes. En één van hen wil ik graag hier naast me op de bank. Hartelijk hallo, welkom, Willem Gunneman. Dag Willem. Dag Sinterklaas. Wat voor die mensen die nog heel snel even een gedichtje moeten maken, hè, om Sinterklaas te helpen. Wat doe je als je haast hebt? Ja, je moet met een aantal dingen rekening houden. Je moet in het begin altijd weten waar je naartoe wil. Ja. Dus wat wil je vertellen? Je moet naar een eind toe, je moet een verhaallijn hebben. Ja. Want anders verzand je ergens middenin. En wat handige tips bij het dichten zijn. We zijn altijd geneigd om traditioneel te denken. Dus bijvoorbeeld, Sint heeft uren lopen denken wat hij meer naar nu moest schenken. Het meest klassieke voorbeeld. Maar dat betekent ook dat je de regels daarop weer moet rijmen. Ja. Dus een rijmschema als A, B, C, B is natuurlijk alweer een stukje makkelijker. Het scheelt je 50%. Oh, is dat makkelijk? Oh, bij het schrijven van een gedichtje. Ja, ja, ja. Je kunt een regel overslaan qua rijm. Dus het scheelt in de verhaallijn. Het scheelt je in je tijd. Ja, dus dat is dat. Korte zinnen, lange zinnen? Ja, wat belangrijk is in de zin is dat je een ritme aanhoudt. Dat een gedicht lekker bekt. Als je te veel woorden in een zin hebt, dan ben je het ritme kwijt. En iemand die het dan voor moet dragen, die verzandt ook weer halverwege. Dus de cadans, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Sint heeft uren lopen denken, is heel belangrijk. En dat is in het voordragen ook weer. Ja, dat zal Hint ook merken als ze inderdaad liedjes zingt of teksten leest. Dat die cadans en het ritme heel dicht bij elkaar liggen. Ja, absoluut. Ja. Zeg Willem, nou heb ik een vraag aan jou. Ik zal niet nu vragen alle minuut een gedichtje uit je mouw te schudden. Maar over een paar minuten wil ik er wel een horen. Nou, kan dat? Ik ga onmiddellijk aan de slag. Ja? Ik zou zeggen, pak pen en papier, blijf lekker hier aan tafel zitten. Geen enkel probleem, gaan wij onderhand iets anders doen. Pak ik pen en papier met doe dat terug. Maar even, doe dat maar even. Heel graag. Nee, ik ga eerst even naar Willem. Willem, ben je al klaar met je gedichtje? Ja, ik heb het geschreven. Nou, kom maar eens even op, Sinterklaas. Ik heb er het volgende van moet u eens even luisteren. Wij luisteren. Wij luisteren. Ik ben heel benieuwd. Even de tips nog op een rijtje. De klok tikt weg en de seconden brengen het uur u nabij. Heeft u de rust even gevonden, maakt u dan de zinnen vrij. Vergeet de dagelijkse zaken, zie het leven als een feest. Wie een goed gedicht wil maken, is als eerste vrij van geest. Bepaal vervolgens de verhaallijn, bouw het op, verzin een clou. Moet het een eigenschap, een cadeau zijn en schrijf daar gericht naartoe. Een vleugje humor en een glimlach. Het rijmschema ABCB. Een regel extra rijmen mag. Als regel 4 maar rijmt op 2. Probeer woorden te vermijden met een onvoorspelbaar eind. Dichten wordt leuk en is geen lijden als u het risico verkleint. Een goed gedicht herkent u vrienden aan het ritme de cadans. Tel in 8e of in 10e. Het vergroot de slagingskans. De dag van groenteratatouille die met liefde en beleid door aperitivo's Evert in de keuken werd bereid. En Hint die wil dit jaar een hondje en een lied dat ze moet voelen. Ruimte voor het spel van weleer. Volop aandacht voor het joelen. De Beatles live zongen hun liedjes op deze 5 decemberdag. Aanstekelijke melodietjes en natuurlijk meer naar slag. Tot slot van dit gedicht een kniphoog en een slotwoord van de Sint. Ik wens u veel goeds bij het dichten. Dit was mijn allerlaatste Hint. Dankjewel, Zwarte Piet. Dankjewel. Dit is wel de beste. Jongens, ik krijg volgend jaar allemaal les van hem. Ik sta sprakeloos. Evert. Jij mag naar de Zwarte Pietenschool.